Ja, dames en heren. En dan nog even dit. Kijk eens, van de wallen. Ja, boven ook. Ja, het is nu, wat is het, 27 februari geloof ik zoiets. En ik sta aan de vooravond van een ooglidcorrectie. Ja, ja. Niet te verwarren met een lidcorrectie. Waar ik overigens ook zat van heb, hoor. Daar gaat het verder niet om. Maar ja, een beetje last ervan de laatste tijd. Mijn hele leven eigenlijk niet. En ja, nu wel, voornamelijk op mijn werk. Kijk, nou schijnt het zonnetje in mijn mel. En dan zie ik toch wel een paar knijpoogjes. Er zitten een paar zakken boven, is niet normaal. Kijk, als ik zo doe. Het is. Nou, dat gaan ze dus 1 maart weghalen. Ik ben benieuwd hoe het eruit komt te zien. Ik zal het ja, wel gelijk erachteraan plakken. Misschien nog eventjes met een paar blauwe kijkers tussendoor. Dus ik ben benieuwd. En ik ben helemaal niet zo ijdel. Ik hoef geen botox en weet ik al die shit. Want ten eerste helpt het bij mij niet. Ten tweede wordt het toch nooit wat. En ten derde doet het alleen maar zeer en kost het geld. Dit vind ik wel erg genoeg. Ik krijg een paar verdovingspaartjes. Dus dan hoop ik dat het geen pijn doet. Nou heb ik wel een vrij hoge pijngrens. Daar gaat het verder niet om. Maar toch, bij je ogen is altijd listig. Dus nou, ik wacht het af. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik hou je op de hoogte. Want anders dan weet je zo meteen gelijk Filip hier achteraan. Zit er een paar dagen tussen. Dan plak ik het er even achter. En dan kun je verschil zien. Ik ben benieuwd. Ik zal een heel andere mel krijgen dan, denk ik. Maar goed, we gaan het zien. Later. We hebben heel veel mensen met een beperking aan het werk. Ja, dat vind ik eigenlijk een vreselijk klote woord, beperking. Nou, kijk eens eventjes hoe mooi. Niet nog. Nou, dat is net gebeurd. Ik ben net terug. En ik zie in ieder geval mijn oogleden weer. Die hebben, nou, ik denk al 20 jaar onder een paar luifels gehangen. Die ik nooit meer gezien. En dan zie ik ze weer. Beetje rood. Beetje bloed. Maar ja, of ze zeggen het gaat goed komen. Het wordt alleen wat blauwer, denk ik. Dus als je me ergens ziet rijden, dan met een zonnebril weet je hoe dat komt. Nou, misschien dat dat volgende clipje wat beter eruit ziet. Ik ben bang van niet. Doei. Nou, dit is het dan. Het resultaat. Nou, een gigantische operatie met allemaal prikjes en lasers en al die zooi. Nou ja, is het wat? Ik weet het niet. Ik heb het idee dat dit oog groter is als die, maar goed. Maar het is voorbij. Dit is het resultaat. Het is nog een klein beetje dat ik een rode oogjes heb. Dus het lijkt net dat ik heb zitten huilen. Nou, er zijn sommige dingen in het leven ook om te huilen, daar gaat het niet om. Maar ik wil niet zeggen dat het resultaat mag er zijn. Maar het kan er maar door. Nou, dat was het. Doei.